Hallo en welkom bij Paul's Model Twijnstaf. Vandaag een 2200 Anneke die ik heb gekregen van een kijker. Het probleem is dat hier de motor wel draait, maar de wielen niet. Dus waarschijnlijk een wormwiel slipt. Om deze open te maken, dat heb ik al bij andere 2200's laten zien. Zorg dat alle plastic onderdelen die lopen tussen de kap en het onderstel, dat die los zijn. En daarna is het een kwestie van aan de cabine trekken en hij is open. De locomotief die ik hier heb is digitaal voorbereid. Ik heb er even een brug op gezet zodat ik hem kan testen met mijn analoge transformator. Dit is makkelijker met het fluoreven op en neer rijden dan hem digitaal te laten rijden. Als ik hem op de rollenbank zet, dan loopt de motor en in eerste instantie loopt dit wormwiel. Deze kan ik niet zo goed zien, maar naarmate de motor wat langer draait, stopt deze in ieder geval met draaien en ik heb het idee dat deze überhaupt niet draait. Dus ik zal eventjes de boel gaan demonteren om te kijken hoe de verbindingen zijn tussen de motor en het vliegwiel en het wormwiel hier. Ik heb de elektronica losgehaald en het onderstel er losgehaald. Dat kun je doen door op deze plek met een platte schroevendraaier wat druk te zetten. Dan komt hij er zo helemaal los. Twee wielen eruit gehaald. En dan kun je het onderstel heel voorzichtig naar achteren drukken en eruit halen. En wat je overhoudt is het tandwielen. Huis. En hier zit dus ook het wormschroef. En nu is de vraag: zit dat tandwiel los of zit dit plastic bolletje los? Mijn ervaring is dat heel vaak dit plastic bolletje los zit. Er zit ook best wat smeer omheen. Dan vermoed ik dat het aan de andere kant hetzelfde geval is. Dus ik haal rustig de wielen eraf. Zo. Die eruit. Die eruit. En dan zou ik hem voorzichtig. De andere ging door hem een beetje te kantelen eruit. Nou, dan kan dit opzij. En ook hier zit het bolletje. En ik denk dat hij er ook makkelijk vanaf komt. Ik heb het metaal ontvet. En ik heb het wat opgeschuurd. In de hoop dat de lijm goed pakt. Het beste zou zijn een epoxy voor metaal en plastic. En helaas, ik heb die hier nu niet zo voor de hand. En omdat deze ook niet voor de verkoop is, ga ik het proberen met gewone seconde lijm en kijken hoe lang dat goed gaat. In het verleden heb ik plastic lijm gebruikt. Dat gaat in ieder geval niet heel lang goed. Ze gingen er heel moeilijk op, allebei. Wat ik een goed teken vind. Hoe stroever, hoe beter. Hoe minder de kans dat de hele boel gaat, makkelijk los gaat komen, gaat slippen. Ik laat de boel even drogen. Kijk even of, nou, als ik dit zo zie, denk ik niet. Deze hoeft in ieder geval geen smeer, maar misschien dat ik hier nog wat bij doe. Boel assembleren en kijken hoe die het doet. Oh, en natuurlijk een decoder erin, want ik ga hier zelf mee rijden. Hij loopt goed, hij loopt rustig. Ik ga een decoder zoeken om erin te doen. Nog wat draadjes inkorten en wegwerken. En dan kan die de baan op voor een rondje. En dit is hem dan. Met decoder. Hij rijdt wat onrustig en dat heeft meer te maken met mijn baan dan met de locomotief. Dit is de maximum snelheid zoals ik hem nu in heb gesteld. Ik wil hem nog
speedmatches en snelheid goed inregelen. Maar voor nu is dit een mooi begin. Bedankt voor het kijken. En like, subscribe en deel. En tot een volgende keer.